Op de satellietfoto is het niet te zien, maar de dag begint in Nederland bewolkt. In het zuiden is zelfs wat mist. Geleidelijk aan breekt op steeds meer plaatsen de zon door en vanmiddag ziet het er heel aardig uit. Temperaturen liggen vanochtend zo rond de 6 à 7 graden. Vanmiddag stijgt het kwik verder en wordt het zo'n 11 tot 13 graden op de Wadden tot 15 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind. De wind is over het algemeen zwak. Aan zee kan de wind vanuit het noordwesten waaien. Vanavond en vannacht is het helder. Vanavond, als de zon ondergaat, is het zo'n 9 tot 12 graden. En vannacht daalt het kwik nog verder naar zo'n 2 tot 5 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. De wind die draait naar het noordwesten en wordt zwak tot matig. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En dan de dagen erna, het wordt geleidelijk aan toch wat minder zacht. Woensdag en donderdag hebben we te maken met maxima rond de 10 graden en vooral op woensdag kan er 's ochtends een enkele bui vallen. Op de andere dagen blijft het overwegend droog en in het weekend wordt het geleidelijk aan weer zachter. Mijn naam is Remon Klaassen voor weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.